Goedemorgen jongens, morgen. Kijk hoe laat het is. Het is middag, zo, het is al 1:15. Goedemiddag jongens. Roma, dus hou de camera recht. Ja. Niet veel, vorige keer waren de mensen duizelig geworden. Ik weet niet jij of Tedon was, ik weet niet wie het was. Wat ik jullie wil uitleggen. We hebben hier in Yamaha staan. Voordat ik jullie ga vertellen wat hiermee aan de hand is. Dan weten jullie het voor de volgende keer als je zo'n ding gaan kopen. Hoe en wat. Als eerst wil ik de motorrijders een boodschap geven. De boodschap van de motorrijders is, dit is vooral voor de motorrijders die rijden alleen maar met het mooie weer. Ik ben een motorrijder, je hebt heel veel mensen net als mij, die rijden het hele jaar door. Winter, sneeuw, maakt niet uit wat voor weer het is, die rijden altijd. Deze boodschap is eigenlijk niet voor hun, omdat het hele jaar rijden ze door. Je hebt een paar verschillende mensen rijden, je hebt iemand, net als mij, ik ben een motorman. Dit is mijn werk. Ik hou hiervan. Ik kan beter motorrijden dan lopen. Wat ik zeg is, ik kan makkelijker motorrijden dan lopen. Dus het zit in mijn lichaam. Dus ik en de motor zijn één. Ik hou van motorrijden. Dat is een bijzondere iemand die motorrijdt. En je hebt een motorrijder. Je ziet dit als een werkvoertuig. Dan denk ik, ja, weinig belasting, weinig verzekering. Ik ga ermee naar mijn werk toe. Daar zit hij hem voor. Hij maakt misbruik van de makkelijkheid van de motor. Dan heb je nog een andere motorrijder. Die ziet de motor als een stuntstuk. Like stunten, wieltje maken, stopje maken, trapje af, trapje op. Hou ik ook van. Maar dat is niet het belangrijkste. En dan heb je een motorrijder. Een showmotorrijder. Ja, die een beetje wil mee bluffen. En dan langs de mooie meiden. Langs dit Joe of een beetje. Die heb je ook. Het zijn allemaal verschillende motorrijders. Dit is vooral gericht die mensen niet het hele jaar doorrijden. Als je niet het hele jaar doorrijdt, je hebt je motor in je garage neergezet. Je hebt het hele jaar niet gereden. Dus buiten het nakijken van de motor. Dus als je weer gaat rijden, moet de motor helemaal in orde zijn. Moet je hem helemaal nakijken dat hij veilig is. Dat is een apart iets. Dat moet. Daar praat het niet over. Maar al heb jij je motor 10 jaar. Als jij je motor pakt, je hebt maanden niet gereden. Pas op jongens, je moet weer wennen aan de motor. Je moet wennen aan de motor, zoals jij wendt aan de snelheid. Iemand die komt met zijn KTM, hij zegt, ja, maar die KTM voor mij, iedereen kijkt hem even na. Hij rijdt niet meer zoals hij eerst heeft gereden. Ik reed er een stukje op, dat ding gaat als een kanon. Ik zeg, nee, het is jouw gevoel. Jij bent eraan gewend geraakt, aan de snelheid. Dus het lichaam, de mensen, wendt aan de snelheid van de motor. En dan zegt hij, ja, maar hij is niet meer snel. Die motor is nog steeds snel. Dit gebeurt dus. Als jij je motor 8-9 maanden niet meer gereden hebt, je gaat hem pakken. Pas op dat je niet ergens tegen een paal aanklapt. Of uit een bocht vliegt. Of wat dan ook dus. Je moet eerst even aan de motor wennen. Dus vooral nou pakken de mensen hun motoren. Die beginnen hun motor te rijden. Dus voorzichtig jongens, alsjeblieft. Leer de motor even kennen de eerste paar dagen. Al heb je hem 10 jaar. Dus je moet er even aan wennen. Ik zelfs, ik had een KTM 99. En als ik hem pakte, ik heb een paar maanden niet gereden. Zo, was een keer snel. Het lichaam, dat went. En dat... En ja, je vergeet het ook, zeg maar, de snelheid en de kracht ervan. Dus daarvoor zeg ik, jongens, pas op. Als jullie motor gaan rijden, voorzichtig. We hebben er niks aan als we horen. Iemand heeft zich doodgereden op een motor. Of hij heeft zich vastgereden aan een paal, knieën gebroken. Die ellende willen je familie niet aandoen. Je vader en moeder willen we niet. Dus kijk, buiten dat om Allah heeft geschreven hoeveel je gaat eten, hoeveel je gaat drinken, wanneer je doodgaat. Allah heeft alles opgeschreven. Maar toch hebben wij alles in onze eigen handen. En wij bepalen zelf. Zoals een verhaal. De duivel, de shaitaan, is naar Jezus toegekomen. Hij zegt, Jezus zat op een berg. Hij was dikker doen. Hij was Allah aan het herdenken. En dan komt de duivel, de shaitaan, naar hem toe. Hij zegt, ja, als jouw Heer bestaat. Hij zegt, als jouw Heer, jouw Allah bestaat. Spring van de berg af dan. Dus de duivel zegt tegen Jezus. Spring van de berg af, Allah gaat jou redden. En toen zei Jezus tegen de duivel, kijk zo'n mooi antwoord. Hij zegt, het is niet de mens die Allah test, maar het is Allah die de mens test. Dus wij zijn niet diegene, ik ga van de berg af springen, kijk of Allah mij gaat helpen. Nee, en wij testen niet Allah, maar Allah test wel de mensen. Begrijp je, het is een mooi verhaal van Jezus aan deze stellen. Dus jongens, als jullie je motoren pakken, kijk ernaar dat ze in orde zijn en daarna ook... Jongens, voorzichtig rijden. Voorzichtig rijden. Wij willen niet horen dat iemand er dood heeft gereden. Dat doet pijn. Dat doet pijn. Ik denk 2 weken geleden of 3 weken geleden reed ik hier richting Overweg. Zag ik een T-Max.
plat, hele voorkant plat. Ik dacht mij, dat doet pijn. Ik schrik ervan als ik zulke dingen zie. Dat doet mij pijn. Dus wij willen niet horen dat er mensen zijn doodgegaan of iemand zich dood heeft gereden. Dat willen wij niet horen. Dus jongens, dus daarvoor jongens, alsjeblieft voorzichtig. Wen even aan de motor. Kijk om je heen. Pas op, pas op, pas op. Echt, is zeer belangrijk. Nou gaan we naar de Yamaha XT. Ik word gebeld door een jongen. Hij zegt, mijn motor moet een servicebeurt hebben. Ik zeg, dan ben je met het juiste adres. En hij zegt, mijn motor tikt. Mijn motor tikt. Hij kwam hier aanrijden, ik hoorde glak, 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 ik hoorde echt klappen. Als ik stond hier, het geluid verandert. Als je dichterbij komt bij een motor, gaat het geluid anders horen. Dus daarom zeg ik altijd, wat ik altijd doe, als ik een motor start, is start ik. Ga ik het dichtbij staan luisteren, en dan loop ik ver weg af. En dan ga ik hem ver weg luisteren. Dan kan je het verschil horen aan het geluid van een motor. Dan kan je ook een diagnose stellen waar het probleem aan zit. Deze motor, ik sta hier. Ik hoor buiten, glak, 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 ik hoor gewoon een bikend. Een bikend, krukkas, dat RMP, dat lagertje in het bikend, dat is een bikend. Die hoor ik gewoon slaan. Want als die los zit, blok, blok, die maakt echt herder. Dat geluid hoorde ik gewoon. Oeh, enge geluid. Dat geluid had die jongen ook al door. Daarvoor heeft hij hem ook gebracht. Hij zijn gelijk een beurtje gegeven. Wat doe ik? Ik denk, de meeste monteurs zouden zeggen, ja, je motorblok is kapot. Je motorblok is kapot. Zo'n gevoel gaf het ook. Maar voordat dat wij gaan zeggen, ik zeg tegen jongen, ik ga kijken voor je wat ik voor je kan doen. Ik ga eerst kijken voor je wat ik voor je kan doen. We hebben de dekseltje losgemaakt. Toen wij het deksel hebben gemaakt, ga ik laten zien. Dit is de krukas. Zie je? Dit is in je motorblok, krukas, naar boven toe. Kijk. Zie je dat? Hij is gewoon los. Kijk, ik ga hem even nog wat beter plat slaan. Kijk, dit is beter. Ik pak even goud staan. Kijk, zie. Kijk. Ik zie het? Het is los. Het is los. Wat denk je nou? Als dit los zit. Weet je wat voor geluid dit gaat maken? Dit maakt gewoon ontiegelijk veel geluid. Dus wat we gaan doen, we gaan die vastzetten. Het probleem van die klappen in de motorblok komt hier vandaan. Hop, dat komt daar vandaan. Ik pak een grote sleutel. Oeh, een hele grote. 32. Dan moeten we nog zwaarder gereedschap bij pakken. Hoe bedoel je, is het klein? Dit is te klein. Dit moet je nog groter hebben. 32. Pak even een speciale gereedschap voor mij. Ja, samen. Ik moet werken bij Colinda, een beetje helpen bij de Turkische, bij Vlekweg Voorstraat. Ja, ja, ja. Morgen ben je ook, inshallah. Inshallah ben ik morgen ook. Ja. Okay, ik zie je morgen. Is goed, jongen. Doei, ja. Schot. Ik zal mezelf alles gemaakt voor je. Ja. Ja. Oké, ja. Ja. Kijk, dit heb ik niet gezien. Kijk, hij staat aan de onderkant, zit hij ook vast nog met geborgen. Zie je? Heb ik niet gezien, kijk. Daarvoor net. Kijk, als deze borgding er niet omheen zat, was hij dwars met de motorblok ingeslagen. Kijk, hier. Milo? Kom maar, Milo. Als je me niet kent, denk ik met die runnen. Ja, ik weet. Kijk hier. Hebben we netjes. De meneer niet kent, denk ik met die runnen. Kijk, wij hebben hem netjes. Netjes plat gemaakt. Pak hem even. Ik maak hem helemaal schoon. En ook aan de binnenkant.
Laat ik het heel doen. Ik maak hem eigenlijk vetvrij, maak ik hem. Die wollen maak ik even helemaal vetvrij. Kijk, niet veel bewegen allemaal. Ik krijg zo'n nekslag. Kijk, zo. Schoongemaakt. Dan ga ik jullie zeggen waarom ik dit doe. Zodat mensen denken, maar wordt toch weer vies. Ja, wordt weer vies. Maar ik ga even, kom daar allemaal, laat maar staan. Het is bijna op. En nu is het die opnieuw. Ja, maar kijk, kijk. Dit is Loctite. Ik smeer Loctite erop. En dan gaan we weer netjes borgen dat hij nooit meer loskomt. Dus als jullie zoiets meemaken, dus niet van schrikken dat jullie denken, oh, mijn motorblok is kapot, ik ga een nieuw motorblok kopen. Nee, hoeft niet. Je hoeft geen motorblok te kopen. Ik heb Loctite opgesmeerd. Ik heb vet vrij gemaakt. Kijk. Ik heb een keer meegemaakt dat mijn vinger een keer boem vast zat daar. Kijk, hij is nu niet helemaal vast. Ik ga hem nou, ik ga hem blokkeren en ik ga hem verzetten en dan ga ik hem ook gelijk borgen weer. Dus en dan gaan we de motor voor de rest een beurt geven. De nieuwe pakking is al binnen, de pakking van die motor is al binnen. Dus gaan we het netjes maken. Dus jongens, schrik er niet van als je zoiets meemaakt, een klappende motor. Alle. Al deze Rotax motorblokken, al deze 660 motorblokken is een probleem van dit. Is een kwaal eigenlijk van deze motoren. Dit komt wel vaker voor bij deze motoren. Dus schrik er niet van, er is niks aan de hand. Dus er zit wel een beetje werk aan dat we het weer netjes moeten maken. Dus wat we gaan doen is, we gaan hem vastzetten, dan gaan we borgen, dan gaan we hem afbouwen. Dus het probleem, als jullie ooit een keer zoiets mee maken, er is niks aan de hand. Dat kan gewoon goed gerepareerd worden. Dus jongens, we gaan jullie weer verlaten voor dit keer. Tot de volgende jongens. Salam alaikum.